De Nationale Assemblée heeft gisteren loonsverhogingen besproken voor de rechterlijke macht, president, vicepresident, ministers, onderministers en leden van het parlement. VHP-parlementariër Cheryl Dijkstil, de initiatiefnemer van deze wetten, voerde aan dat er een ethisch dilemma gekoppeld is aan dit initiatief. Zo vroeg ze zich af of het gunstig is om nu verhogingen door te voeren voor deze drie machten. Het heeft hetzelfde karakter als belastingen. Belastingen zijn nooit aangenaam. Het is nooit de juiste tijd om belastingen te heffen of belastingen uit te leggen. Die synchronisatie, is het terecht? Moeten we het doen? Ja. Maar hoeveel is de achterstand? Hebben we kunnen meten of er een achterstand is in ons perceptie en hoeveel is die achterstand? Bij de discussies is het loskoppelen met de ambtenarij aan de orde gekomen. En we moeten ons afvragen, ik kijk in de spiegel en ik vraag mezelf af, is dat oneigenlijk? Moesten we het inderdaad vastpinnen aan dat van de president van Suriname voor de Nationale Assemblée? Is dat van de president van Suriname? Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat bedrag tot stand gekomen? En is het geoorloofd om in je eigen termijn aanpassing bij geldelijke voorzieningen te brengen voor jezelf? Dat zijn vragen die we onszelf moeten kiezen, moeten stellen. Maar je kan ook er tegenover staan. Als jij het niet doet, wie doet het dan? Deze wetten die handelen over loonsverhogingen van de drie machten hebben veel discussie op gang gebracht. NDP-parlementariër Stephen Sang geeft toe dat het land in een crisis is en dat bijvoorbeeld het salaris van een DNA-lid meerdere keren is gedevalueerd. Echter wees hij erop dat de doorsnee-ambtenaar het niet makkelijker heeft gehad. Mensen leven tegenwoordig met een 7000 SRD per maand leven ze in armoede. Dat was een riant salaris 3 jaar, 4 jaar geleden terug. Met die devaluatie zijn die salarissen niet meegegaan. In plaats van daarover te praten zijn we hier aan het praten over synchronisatie van de salarissen van de top. En dat is vele malen al meer dan dat van een ambtenaar. Dat is het laatste waar mensen op zitten te wachten. Nu is het zo dat salarissen zijn gekoppeld aan dat van de ambtenaren. Onderstand van de president is 4 maal dat van een directeur. Ministers, 2 maal dat van een directeur. DNA-leden is 2 maal van een OD. Wanneer de ambtenaren een verhoging krijgen, dan krijgt de top automatisch een verhoging. Mijn vraag nu, wat is de reden om het salaris van de top los te koppelen? Met deze wetsvoorstellen worden de salarissen losgekoppeld, zodat alleen de top een loonsverhoging krijgt. En dat doet me denken aan die forse loonsverhoging, die koopkrachtversterking van 150% die de regering wilde doordrukken. Waarbij de ambtenaren slechts 1800 SRD zouden krijgen, ze zouden zichzelf bijna honderden duizenden geven aan koopkrachtversterking. Waar bent u mee bezig? Er zijn zoveel belangrijke wetten zoals de NRA die we moeten behandelen. Le Jogi zegt dat het gedurfd is om deze wet op agenda te plaatsen. Het is niet gedurfd, het is hebzucht. En u bent hier om uzelf te zegenen omdat u een kruis heeft. U moet zich schamen, ik dank u. DNA-voorzitter Marinus B. wees erop dat het parlement nog niet beschikt over de concept NRA-wet, waardoor die niet op agenda geplaatst kan worden.